Dit programma is mede mogelijk gemaakt door SD Works, New Energy Systems en Wheeler. Historische dagen voor het vrouwenwielrennen, want dit zijn de beelden uit Parijs. De Vrouwentour keert weer terug. De Tour van vanaf morgen is die weer helemaal 8 dagen terug in de Franse hoofdstad. En eigenlijk kleurt heel Parijs geel. En voelen ook de ex-renners, Vera Coudoder, dat het historische dagen zijn. Ja, dat worden het zeker. Ik kijk er enorm naar uit. Er doen heel veel Nederlandse toppers mee. En ik kan niet wachten dat we gaan beginnen morgen. Ja, we gaan ook beginnen met de uitzending dadelijk. En dat doen we onder andere met de commentatoren van de NOS. Want die volgen 8 dagen lang de Dames Tour. Betekent dat we geen zwartgat meer hebben. We kunnen gewoon door dadelijk na de winst van Vingegaard. Danny Nelissen en Roxane Kneteman praten vanavond over het geheim van goed commentaar bij de koers. En Kim Langeslag die zit in Parijs en krijgt het allemaal van heel dichtbij mee. Parijs is in de ban van de Tour de France. Morgen zal Jonas Vingegaard hier gehuldigd worden. En dan starten ook de vrouwen hier op de Champs-Élysées. Het is niet de Dordogne, niet de Ardèche, niet de Vogezen. Dit is gewoon Houtem. Dit is Château Sint-Gerlach in de gemeente Valkenburg. En hier praten we 9 dagen lang over de Tour de France. De vrouwen Tour de France. Fijn dat hij weer terug is op deze plek waar ooit Bush logeerde. George Bush in 2005. Of Mick Jagger van de Rolling Stones, die was ook hier. En daarom praten we er vandaag, terwijl u de klok hoort. En toepasselijker kan eigenlijk niet, over de Tour de France van. Mooi dat we dus hier kunnen beginnen. Welkom hier dus inderdaad vanuit Château Sint-Gerlach. In Bourgondische sferen, waar we onder andere praten met een dame die niet zo heel lang geleden nog hier in de gemeente Valkenburg op de fiets zat. Roxane Kneteman, hartstikke fijn dat je er bent. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben een beetje bang voor jou. Dat snap ik wel. Nee, ja. Hoezo? Ja. Komt door deze Tour eigenlijk, door deze race. Want we gaan hier de Kouberg op. En Roxane Kneteman in 2015 lijkt hier de koninginnenrit te winnen in de Ladies Tour. Maar het gebeurt toch niet. Nu Brandt doortrekken. Dat gaat ten koste van Kneteman. Die gaat er dan toch aan. Jammer voor haar. Maar je kunt het ook Brandt misschien niet kwalijk nemen. Want maar ze wil ook voor de eigen zin gaan. Maar ook De Jong zit daar nog. Ook De Jong zit nog klaar. Maar Talita De Jong. Talita De Jong komt hier. Talita De Jong en pakt gaat de winnen etappe. En wint de rit. Even luisteren nader bij Maurice Deus. Ja, Roxanne, jij gaat, Roxanne Kneteman, op de Kouberg. En we denken, ze gaat het halen. Maar uiteindelijk word je ingelopen door je eigen ploeggenoot. Nou ja, zo ging het natuurlijk niet. Zo ging het wel. Ik stel een slimme vraag, maar... Ja, ja. Maar ik wist het niet. En ik had hem denk ik echt kunnen winnen. Was ook het laatste woord nog niet over gezegd, kan ik je vertellen. Ja, Lucinda die sprong achter mij aan en vervolgens wint Talita hem. Dus ja, Lucinda. Maar het is wel helemaal goed tussen ons heen. We komen dit half uurtje gaan we doorkomen. Maar vond je me onaardig daar? Ja, een beetje. Oh, echt? Nou, dat was denk ik niet zo. Nee, dat is niet. We hebben wel verder nog een leuk interview, dat is prima gedaan. Maar je won wel de bergtrui nog in die Ladies Tour. En Danny Nelissen. Jij won ook, of tenminste, won niet de bergtrui. Je droeg de bergtrui in de Tour. 4 dagen, denk ik. Hè, ja. Toch? Schitterend, toch? Ja. Dus eigenlijk zijn we alle twee klimmers, Danny. Ja, meer afdalers, denk ik. Nee, maar voor mij was het volgens mij in Kluisbergen. Lag er een bergje met punten in de Tour van 96. En ik had al helemaal uitgerekend waar ik ging aanvallen. En ik reed daar met Jacques Diron en nog iemand voor hem, denk ik. Mm. Ja, en dan pak ik... Deed jij dit? Die puntjes... Ja, dat zou je niet zeggen, hè? Zo, Danny. Hey. Oei, oei, oei. Ja. Ja, schitterende beelden dus van Danny Nelissen. Vera, van jou hebben we ook dit soort beelden. Eigenlijk niet zo heel lang geleden, maar ik voel me wel super vereerd dat wij met z'n tweeën hier op de tende mogen. Dat we eigenlijk 9 dagen lang over die Tour van mogen spreken. Ik ook. Maar Ghibellin, bijvoorbeeld Valverde, die fietsen gewoon nog op jouw leeftijd. Ja. Kriebelt het niet, Vera? Heel soms wel. En dan alleen natuurlijk de leuke facetten van de hele zware wielersport. Mm. Maar nou, na 18 jaar, nou, en dan, ik was 33 dat ik stopte. En nu moeder van 2, bijna 2 en 4 jaar oud zijn ze, de jongens. Dus ik geniet nu van hele andere dingen dan het afzien. En maar ook, ja, winnen is leuk. En ja, dat mis je dan wel. Dat blijft altijd leuk. Dus als je loon naar werken hebt, hard getraind en dan kun je af en toe koersen winnen. Of podium rijden, daar doe je het voor. Of de Olympische Spelen rijden en...
Maar heel veel facetten mis ik ook niet. Ja, maar het geeft je natuurlijk wel geweldig goed inzicht in de Tour van de komende dagen. Kim Langeslag, die is in Parijs, is al een beetje aan het voorproeven om te kijken van hoe gaat dat daar op die Champs-Élysées. Dadelijk komt Vingegaard natuurlijk als de grote winnaar van de Tour van de mannen binnen. Maar hoe gaat het dadelijk met de Tour vrouwen? Dus schakelen we naar Parijs en vragen we aan Kim. Bonsoiré, mevrouw Langeslag, hoe gaat het daar? Ça va bien? Bonsoiré. Ça va bien, merci. Het gaat ontzettend goed. En alles merk je dat het morgen toch wel een hele historische dag gaat worden. Natuurlijk met de vrouwen en de finish van de mannen. Ik heb al veel gespannen gezichtjes gezien voor morgen. Het wordt ook 34 graden. Dus het wordt toch wel een pittige dag. En alles zie je dat het hier enorm leeft. Duizenden mensen zijn hier naartoe gekomen om die Tour morgen mee te maken. Ja, en dan is het eigenlijk Parijs is nu een soort smeltkroes van cultuur en topwielrennen. Ja, je voelt al de mensen om je heen, de druk met sponsoren en alles. Iedereen zet toch wel een beetje druk op je. Daardoor word je wel een beetje spannend en zenuwachtig. Maar ik heb er ook eigenlijk vooral heel veel zin in. Do you know there is a Tour de France for women? I didn't know there was a Tour de France for women. That's awesome. I think that's incredible. That's great. So where are you from? I'm from Australia. I'm here to support La Tour Femmes. I think it's brilliant. The hype so far has been great. We're waiting to see what actually happens out there, but I think from the build up, it sounds like it's going to be a huge spectacle and I'm so excited to be here. Ja, daar gaat de metro dus inderdaad in Parijs. Met die Tour van dus, waarvan wel verwacht wordt dat hij inderdaad heel veel mensen straks op de been brengt. En waarvan Roxane Kneteman zei, eigenlijk helemaal niet eerlijk. Want de Tour, de ASO, die springen op een rijdende trein. Absoluut. Absoluut. En dat moeten we ook echt niet, dat moeten we ook blijven herhalen. Want ze springen op een denderende trein eigenlijk. Dus het zijn niet de redders van het vrouwenrennen. Alleen ik moet wel een beetje nuanceren. Ik merk wel dat de media-aandacht, omdat er een Tour de France, die naam aan deze wedstrijd hangt. Ja, de media-aandacht is immens. En dat heeft gewoon geen enkele merk je ook aan de vrouwen? Merk je dan de dames de manier waarop ze zich voorbereiden op deze wedstrijd? Nou, je merkt het voornamelijk aan als je vraagt van goh, wat is nou anders dan andere wedstrijden, ook bij ploegleiders. Ja, er wordt gewoon veel meer van ze verwacht, veel meer van ze gevraagd. Ook mee van de sponsoren, die willen er ook eigenlijk allemaal bij zijn. De rensters die moeten van alles doen om in ene hun droom, hun Tour de France droom. Elke renster heeft ook in ene een Tour de France droom. Nou, ik had hem nooit. Had jij hem? Nee. Ik had hem nooit. Maar nee. Elke renster in peloton heeft nu ook in ene een Tour de France droom. Dat is ook zo'n dingetje wat dan leuk is om te benoemen, denk ik. Ja. Maar goed, er hangt gewoon veel aan vast. En ik hoop ook echt, Danny verzekert het mij dat, al een jaar geleden geloof ik, Danny, dat er gewoon heel veel media-aandacht extra gaat komen voor het vrouwenrennen. Media-aandacht betekent meer sponsor. Aantrekkelijker voor sponsoren. En we gaan het zien. Ja, we zullen het zien. We weten het ook niet. Annemiek van Vleuten, die wint in Italië en het Giro d'Onne. Wat doet Annemiek als een van de favorieten anders dan die andere topfavorieten die straks aan de streep verschijnen in Parijs? Nou ja, kijk, Annemiek is de kampioene van de hoogtestage. Volgens mij woont ze zoiets in Louvigno. Met Louis Delahaye heeft ze gewoon een fantastische trainer. Weet exact wat ze nu wel en wat ze niet moet doen. Heeft na die Giro d'Onne een paar dagen wat rust genomen. Dan weer het trainingsprogramma opgepakt. Ja, en is gewoon, omdat we dus ook twee echte bergetappers hebben, gewoon ook de grote favorieten. Maar ja, in dat parcours zitten nog wel wat verraderlijke stukken. En we weten ook wel dat er ook een vrouwenwielrenner gewoon hard gevallen kan worden.
Dus het is vooral zaak, zeg maar, die eerste 6 dagen echt gewoon heel goed blijven opletten. En dan toeslaan op het parcours waar zij het beste in is. Maar Danny, wat jij zegt is eigenlijk dat Annemiek zich, doordat ze op hoogte gaat, anders voorbereidt dan haar concurrenten. Maar nee, maar denk er heel. Nee, er zitten ook heel veel andere meiden. Die zitten gewoon. Alle meiden doen toch eigenlijk precies, wat Annemiek doet. Dus, ja. Maar kijk, maar Annemiek heeft natuurlijk wel met haar vermogen wat ze kan leveren, gewoon echt wel een goede voorsprong. En Louis Delahaye verzekerde me ook toen hij in de Tour de France was in de avondetappe, dat ze op dit moment gewoon haar beste waardes rijdt die ze in de afgelopen jaren gereden heeft. Kan je ook zien, hè? In Luik. Ja. Ze reed eigenlijk allemaal haar eigen kommetjes in de finale van Luik. Verbeterde ze, terwijl ze wind tegen had. Ja. Maar het blijft dus eigenlijk ongelooflijk met Annemieke, omdat die had haar beste jaar toen ze 36 was. Ja. Ja. Ja, maar ze gaat nog maar een jaar fietsen. Ja, volgend jaar nog 1 jaar. Volgend jaar nog 1 jaar. Ja. Dat zegt ze, ja. Oké, maar goed, maar ze heeft in ieder geval wat ik zeg en dan gaat ze stoppen en dan gaat ze voor iets anders. Ja, dus Vollering is eigenlijk gewoon, zoals wij zeggen, een schnuzzel. Een groentje. Eindelijk Limburg, Danny. Ja. Kom op. Ja, ja. Nou, jullie kunnen er ook wat van zijn kant. Dus. Ja, hoor ik er even bij komen, joh. Wat was er voor woord? Wat was het ook alweer? Snabbelaar. Wat zeiden we ook alweer? Ah, ik dacht slikkerbekken. Ik dacht maar de slikkerbekken? Ja, dat is toch Noord-Holland. Watertanden. Watertanden. Oké, doen we het dadelijk. Echt een Frans naam. Maar eerst even naar Demi Vollering, want de naam is gevallen. Was natuurlijk de winnares van La Course van afgelopen jaar, maar ook van grote wedstrijden. En hier is die wedstrijd van afgelopen jaar. Van de Breggen die opent en offert zich eigenlijk op voor haar ploeggenoot. En dan hebben we een spiegelbeeld van de Amstel Gold Race van datzelfde jaar. Toen was Vos de betere, hier gaat ze zijn zet aan. Maar Vollering uiteindelijk komt er overheen en Vollering wint La Course. Tot haar eigen verrassing. Deze komt hoog in mijn rijtje te staan, denk ik. Ik had het niet echt verwacht vanmorgen, maar... Ja, ze had het niet echt verwacht. Maar ja, we schrijven hem dan toch maar bij. Vera, de status van de Tour natuurlijk niet meer te vergelijken met La Course. Nee, kijk, dit is natuurlijk 8 dagen echt een etappekoers. En ja, La Course begon met een 1-daagse. Is af en toe ook een 2-daagse geweest. Af en toe wat nieuwe dingen geprobeerd. Een soort handicap race maakten ze ervan. Met allerlei gekke tijdritjes andersom van het klassement. Nou, een inhaalrace was het. Een handicap. Het was een inhaalrace-achtig. Ja. Leuk concept, maar het sloeg de plank mis. Was het niet. Ja. Dat was wel eens waar, toch? Nee, Marseille was het. In Marseille. Ja, ja, klopt. Je hebt gelijk. Ja, maar Vollering is in 10 jaar geweest. Die krijgt eigenlijk Blaak een beetje mee als mentor. Is genoeg, denk je? Kan het? Ja, nou, het is 8 dagen met echt hele lastige ritten. Waarin Annemiek heeft laten zien in topvorm te zijn in de Giro. En echt, ja, er stond gewoon geen maat op als het echt lang omhoog ging. Maar ja, die 1-daagse wedstrijden, dat was net wel even heel wat anders dan deze 8-daagse. En La Plage Belleville in de achtertuin van Demi eigenlijk, want die woont natuurlijk nu in Zwitserland. Ze heeft het goed verkend, dat heeft ze sowieso, dus daar ligt het niet aan. En heel veel renners van het peloton hebben heel veel etappes verkend. Ik denk dat het hele peloton er wel echt klaar voor is. En ook voor de gravelrit en voor de lastigere etappes. Ze weten wel waar ze aan beginnen, denk ik. Ja, we kunnen eens even vragen aan Kim Langenslag. Want die heeft de dames gesproken, gevolgd ook de laatste weken. Proeft nu de sfeer ook in Frankrijk. Dus die weet ook hoe het ervoor staat. Bijvoorbeeld met die winnares van ooit de Volta Limburg Classic, Demi Vollering. Nou ja, ik heb Demi Vollering zojuist gesproken. Ze maakte toch wel een beetje een gespannen indruk. Ik moet zeggen, er waren rensters die huppelend naar de bus gingen bijvoorbeeld. En de nageltjes allemaal hetzelfde hadden gelakt. Die hadden heel veel lol. Maar bij Demi zag ik toch een bepaalde ingetogenheid, spanning. Ik vroeg er ook van, hoe vind je dat hier? Dat je hier moet intekenen en een fotosessie. Toen zei ze ook eerder eerlijk van, ik had eigenlijk liever op mijn bed gelegen. Dan kan ik lekker rusten en dan met een frisse blik naar morgen kijken. Dus Demi was wel redelijk gespannen. Ik weet niet of jullie die spanning ook voelen als jullie haar zien. Ja, supermooi. En ook heel belangrijk natuurlijk. Omdat de Tour de France is gewoon toch een van de grootste wielerevenementen die er is. En je merkt het aan alles dat de aandacht er gewoon nu veel meer voor is. En nu heeft de vrouwenwiel nou ook gelijk een hele andere status. En bij die nieuwe status horen natuurlijk ambities. Vollering heeft haar zinnen gezet op de gele trui. Maar ze moet geduld hebben. In de laatste 2 bergetappes wil ze toeslaan. Als je geen tijd verliest van tevoren, dan kan je tijd winnen natuurlijk op de laatste 2 etappes, omdat het zoveel bergop gaat. En hopelijk is dat natuurlijk ook meteen genoeg voor het algemeen klassement.
Vollering draaide een goed voorjaar met de tweede plek in de Amstel Gold Race, winst in de Brabantse Pijl en ze pakte de bolletjestrui in de Spaanse rittenkoers Vuelta a Burgos. En ze weet precies wat haar te wachten staat. Ja, ik heb een tijdje terug heb ik goed verkend, de laatste 3 etappes dan. En die zitten wel fris nog steeds in mijn geheugen. Lotte Kopecky, die een goede sprint in de benen heeft, merkt nu al dat de Tour meer leeft. Momenteel is er ook al heel veel media-aandacht rond die Tour. En je voelt gewoon dat dat een van de belangrijkste wedstrijden wordt in het vrouwenrennen. Aldus mevrouw Kopecky inderdaad, die ook morgen dus van start gaat. En dat we allemaal kunnen zien bij de NOS, iedere dag de etappes van de koers met Roxane en Danny. We hadden het er eerder al even over in het nieuwsprogramma van L1. Het is toch een mooie dynamiek als duo, als commentatoren. Hoe doen jullie dat? Is het een kwestie van ruimte geven, een beetje oneens zijn met elkaar, een beetje bekvechten? Ik denk ook niet dat we het geheel helemaal in de hand hebben dat het wel klikt, toch? Wij gaan er gewoon goed voorbereid in. En kijk, Roxane is een profielrenser die heeft in dat peloton gereden. Die hoef ik niks te vertellen over tactiek en hoe dat allemaal moet. Dat weet ze gewoon. En soms hebben we het ook wel eens over dat ik iets zie en wat dan zie jij het tegenovergesteld. En dat moet ook kunnen, vind ik. Maar hoe doen jullie dat dan op het moment dat je commentaar geeft? Want je zit naast elkaar, je kunt niet tegelijkertijd kletsen, je kunt niet overleggen. Want nee, maar we je kijken microfoon staat de hele tijd open. We kijken gewoon elkaar aan. En dan eigenlijk is de uitzending zeg maar altijd in het midden van ons. En wij kijken altijd naar elkaar als we tegen elkaar praten, want dat doen we nu ook. En natuurlijk blijven we die koers altijd goed volgen. Maar ik denk dat Roxane gewoon een hele uitgesproken mening heeft over vrouwenwielrennen en wielrennen in het algemeen. En dat heel goed begrijpt en dat ook heel goed kan uitleggen. En dat moet je voeden en dat moet je laten gaan. Ja, en dan komen jullie in zo'n finale. Hè? En hoe is dan die rolverdeling van wie de lead neemt, wie bijsluit? Nou, eigenlijk is het de rolverdeling voor de finale. En daar is Danny ook gewoon heel erg goed in. Want ik verklap heel vaak voordat Sofine zijn wieler gaat winnen. Dus Danny houdt het altijd een beetje spannend. En dan probeer ik mijn mond te houden. En ik denk dat dat ook heel goed werkt. Danny geeft mij mijn ruimte. En op dat moment weet ik ook gewoon, Danny is daar. Is voor die finale en zeker voor de laatste 300-400 meter is Danny gewoon... Ja, dat is super goed in. Dus dan moet ik eigenlijk even mijn mond houden. Maar ik ben natuurlijk soms zo enthousiast. Dan zeg ik al, fors wind. En dan denk ik, oké, dit is niet meer spannend. Nee, maar Roxane is zelf nog een beetje wielrenster. Die zit nog altijd op het zadel. Als ze dan commentaar gaan, we gaan die laatste kilometers in. Dan gaat ze steeds verder op de stoel naar voren schuiven. Kijk, zweethandjes. In die televisie. En wordt er geknepen? Nee, dat niet. Nee, dat was er niet nodig. Oké. Nou, heel erg mooi. Nou, dan die race natuurlijk vanmorgen, want daar kijken we allemaal naar uit. Op de Champs-Élysées zijn we 3 keer eerder geweest met La Course. Dat waren 2 keer sprintetappes. En hier gaat Marianne Vos en ze kijkt hier in de rug van Lisa Brennauer. En die was toen wereldkampioen tijdrijder datzelfde jaar. En dan denk je, dan wordt het toch moeilijk met de Duitsers. Maar Vos weet wat ze kan. En weet ook dat Kirsten Wild hier aan de rechterkant komt. Is dan Brennauer voorbij. De finish nog op 200 meter, maar Vos gaat vooruit. Hier komt Kirsten Wild. U ziet er hier rechts in beeld. Maar Vos wint en zegt... Inderdaad. Wel een foutje van Brennauer, hè? Die gooit zo de deur open. Ja. Ja, goed. Een gelukje voor Marianne dan. Ja, maar mooi. Maar Marianne had ook rechts langs gekund. Marianne was ook niet te kloppen toen. Nee, daarom. Dus die was veel te goed. Veel sterk. Nee, ja. Mooi dat ze won. Vanmorgen schrijven we Lorena Wiebes op. Absoluut, ja. Die is niet te kloppen, hè? Nee, zeker niet een massasprint. En vorige week reed ze ook echt een goede tijdrit. Dus ze is gewoon echt in orde. Het is natuurlijk een genot om naar te kijken. Ik vind sowieso morgen op de Champs-Élysées, het moet ook een massasprint worden. Hè? Want dat is gewoon cool, dat hoort op de Champs-Élysées. Dat is het WK voor de sprinters. En ik hoop ook echt dat zo gaat zijn voor de vrouwen. Lekker hectisch, lekker zo'n sprintwedstrijd, weet je wel, dat ik eigenlijk alleen maar zo zit. Wow. Dat horen jullie dan niet, maar dat zo zit ik dan wel in zo'n wedstrijd, maar dat is gewoon... Maar dat ziet Danny, dat ondergaat Danny. Ja, die ziet dat wel, ja. Ja, maar je hebt dan inderdaad, Wiebes die wint natuurlijk in de Baloise Tour, die is daar gewoon niet te kloppen, ook wint ook gewoon met lengtesverschil. Heeft ook wel een apart verhaal, speelt dat ook mee? Want die zei natuurlijk, ik wil eigenlijk in Parijs winnen, 2024 Olympische Spelen. Die staat ineens in Parijs voor de gele trui. Ja,
Voor mij zijn er twee wedstrijden. Ik denk ook echt dat ze Parijs, als ze zo doorgaat, kan gaan winnen met de Spelen. Maar dit is de Tour, dit is de Champs-Élysées-etappe. En ik denk dat als je sprinter bent, dat je die gewoon wil winnen. Elke sprinter wil deze wedstrijd winnen. En ik hoop ook echt dat dat voor... En dat hoor ik ook wel een beetje aan haar, dat dat ook zo is voor een sprinter. Dit is gewoon het WK voor de sprinters. Hier wil je winnen en dat is voor haar ook. Ja. Maar we kennen de parcours van de Olympische Spelen nog niet, want je hebt ook de trofee de Grimpeur in Parijs. Mm-hmm. Dus voor de klimmer, want je kan in Parijs nog aardig bergop rijden. Hoor. Dus als ze dat willen, dan kunnen ze een heel lastig parcours neerleggen in Parijs. Ja, Vera, je hebt er natuurlijk ook gereden hè, op die Champs-Élysées in La Course. Ja. Wat verwacht jij morgen? Ja, ook een massasprint, want heel veel ploegen sturen daar gewoon op aan. En het is super moeilijk om weg te komen. Dat is één keer gelukt door Anna van der Breggen met extreme omstandigheden. Maar normaal gesproken, als het droog ligt, en dat ligt het morgen, dan wordt het gewoon een massasprint. En hectisch wordt het sowieso. Valpartijen gaan we sowieso zien. De gladiatoren gaan helemaal los morgen in de ring. Zo zie ik het echt. Sprinters zijn hier sprinter voor geworden. Ik zie echt een soort... Ja, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Arena zie ik voor me. We kunnen eens even kijken naar het kaartje van de etappe. Kun je vertellen, Vera, wat we gaan krijgen morgen? Ja, het parcours is lastiger dan dat het op tv lijkt. Het loopt heel vies op na de start, naar de Arc de Triomphe, met de hele lastige keitjes. Nou, de Arc de Triomphe om en dan gaat het heel hard naar beneden. Hobbel de bobbel, kuilengaten, goed je stuur vasthouden. Bidons vliegen alle kanten op, dus dan moet je echt oppassen dat je er niet overheen rijdt en dan alsnog door een bidon valt, want dat gebeurt er ook ieder jaar weer. Ja, en vervolgens heel mooi asfalt, dus weer een heel grote overgang. Dan de tunnel onderdoor naar de finish toe. En het is 82 kilometer, 8 rondes. Vrij kort, heel kort eigenlijk voor het vrouwenpeloton. Dus ja, dat is ook een facet waardoor het een massasprint gaat worden. Want al zou het nou 130 kilometer zijn of 140, dan ga je zelfs op dat parcours, wat vlak lijkt maar niet is, ga je nog wel vermoeden renners op het einde zien misschien. En kan er misschien nog iemand met een paar seconden solo winnen, maar nu met zo'n korte afstand gaat het de massasprint. Het is een groot peloton. Danny, verwacht je valpartijen? Ja. Nou, niet per se. Dus als het niet regent, dan kun je er gewoon goed fietsen. En het tempo ligt hoog, rijden ze lekker allemaal achter elkaar. Dus, maar goed, als je net als bij de mannen elkaar geen ruimte gunt, wat we ook wel veel meer zien nu bij de vrouwen, dan kunnen ze best wel eens een keertje vallen, maar... Ik zie er geen problemen over. Ik denk zolang het tempo hoog is, wat jij ook zegt, en het blijft op een lint. En zeker in de finale. Ja, tuurlijk, weet je, bij wielrennen wordt nou eenmaal gevallen. Mm. Maar ik denk niet dat de Champs-Élysées zich meer leent voor valpartijen dan andere. Je verwacht ook niet dat eigenlijk de grote favorieten daarbij betrokken zijn, omdat die voorin blijven en een beetje eigenlijk uit de kamikazezone blijven. Ik vind het een beetje jammer dat we over valpartijen hebben, want volgens mij hoeft dat helemaal niet een issue te zijn. Ik denk aan Nice in 2 jaar geleden. Daar ging de ene naar de vrouwen niet, hè? Nee, maar die reden daar niet. Jawel, daar wonen Lissie Dijknen. Maar in de zin van, daar reden mannen natuurlijk... Ja, die reden in de regen. Ik bedoel, ja, dan heb je een heel ander parcours. En als het niet regent, dan is het gewoon spekglad. Maar ik bedoel, ik denk niet dat we te veel over valpartijen moeten hebben. Ja, in wielrennen vallen we. Maar ik zie niet in dat het morgen meer valpartijen zijn dan bijvoorbeeld in Londen was. In de Ride London, waar ze een criterium reden door hartje Londen heen. Ik denk juist dat het wel lekker is dat het een beetje snel gaat. Rij op een lint, dan is er niet heel veel geduw en gedring. Dat gaat in het begin gewoon sowieso wel zijn, tot je je plekje hebt. Maar ja, ik denk niet dat we daar per se de focus op moeten leggen. Het wordt gewoon een mooie massa. Wat je wel gaat krijgen is natuurlijk nervositeit. Het is de eerste keer dat ze daar rijden. De eerste keer dat ze weer na heel veel jaren weer de Tour rijden, zeg maar. En natuurlijk die eer, hè, om die eerste gele trui weer te pakken. Het gaat gewoon heel hard. En dat gaat gewoon heel hard. Er wordt voor gestreden. We gaan een mooie winnares krijgen, of dat Wiebes is of iemand anders. En daar moeten we van... daar moeten we van... Dat is natuurlijk ook mooi. Je verklapt het weer, hè? Nederland had ooit Mieke Havik. Die had de allereerste gele trui ooit. Die zit hier later in de week in het programma. Maar in die zin zou het ook wel mooi zijn om nu als Nederlandse dadelijk inderdaad met die gele trui te gaan strijden. Wat betreft jullie commentaar, wat verwachten jullie nog? Wordt het nog anders dan anders? Nou ja, voor mij wel. Ik heb nog nooit dagen achter elkaar commentaar gegeven. Dus dat vind ik wel een beetje spannend. Want ik hoop eigenlijk dat het geen wandeletappes wordt. Dat je gewoon lekker kan gaan praten over wat we zien. Maar goed, je bent pas echt een goede co-commentator, Danny, zegt hij altijd tegen mij. Als je ook saaie wedstrijden leuk kan maken. Dus ik hoop stiekem dat dat me lukt.
Dus dat wordt anders, maar we gaan er gewoon aan beginnen. Ja, we zijn super blij dat jullie het doen, dat we een beetje bespaar blijven van dat zwarte gat. We gaan zo dadelijk nog even door. Dat doen we dan op de online kanalen van L1, Facebook onder andere. En dan praten we nog even na over dit programma. Morgen opnieuw natuurlijk praten we over die eerste koers op de Champs-Élysées. Dan schuift hier Irene Wüst aan. Denkt u van ja, wat moet die hier? Is een schaatser, maar die heeft ook gewoon meegedaan aan het NK wielrennen in 2017. Was gewoon ook een hele goede wielrenster. Dus Wüst is hier samen met Manon Coulson. Die zag haar niet alleen als wielrenster, maar ook als schaatser. Bijvoorbeeld in Turijn in 2006. Dat is morgen. We gaan zo dadelijk, kunnen we ook nog wel winnen, Vera, in de quiz? Zeker weten. Iedere dag een boek is er te winnen. Oh, ik heb het hier, bij me. Hier, dit boek. Iedere dag een boek. Maar dat zo dadelijk dus in, op de online kanalen van L1. Morgen zijn we dus weer opnieuw met Manon Coulson en Irene Wüst. Ik zie je morgen. Dag. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door SD Works, New Energy Systems en Wheeler.